Wow, dat is lang geleden dat jij nog eens een video hebt geüpload, zeg. Dus ja, druk, alles druk, leven, druk leven, leven druk. Ja, ik ben ook heel erg moe de laatste dagen. Lang opgebleven, films gekeken, zo shit. Gelukkig heb ik ook goed nieuws. Ik deed mijn kindersurprise open en er zat een dinosaurus in. De dinosaurus heeft ook een naam, ik noem hem Jean-Luc. Dit is Jean-Luc. Maar ik ben dus nog altijd een beetje moe en gelukkig is er altijd een oplossing voor. Moe zijn. Je gaat gewoon snuifsuiker snuiven. Let's go! Het is hier misschien een beetje rommelig, maar oké. Ja, zo is het beter. En dan doe je gewoon zo en dan... Ja, oké. Wat doe ik toch bij mijn leven? En zo voel ik me ook weer helemaal beter. Zeker een duimpje omhoog. En vandaag gaan we iets leuk doen. Dat is... Doe gewoon een duimpje omhoog. Ik ben ACTR. Ik zou zeggen, let's go. Yo, YouTube is hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Het is even geleden dat ik nog heb geüpload. But okay, I'm back with a video. En vandaag is het een speciale dag, want ja... Ik heb voor de zoveelste keer in mijn leven een ontdekking gedaan. En eigenlijk, ik was gewoon beneden random shit aan het doen. En ineens zag ik de oude computer waar ik long time ago mijn video's op bewerkte. En ik ging op die computer, het duurde 10 jaar om die computer op te starten. Maar okay, ik ging op die computer en ineens zag ik daar mijn oude video's staan en oude foto's en allemaal leuke shit. Van, ja, echt al meer dan 10 jaar geleden of zo. Super awesome. Er staan een paar super grappige dingen tussen en die wil ik graag bij jullie delen. Dus ja, let's go. We doen dit samen met Jean-Luc. Er staan hier allemaal hele leuke dingen. Zo noemde ik mijn video's dus. Geen idee. LOL 25. Geniale videotitels. Sick. Toen ik in het zesde leerjaar was, of in Nederland groep 8, zijn wij met school gaan skiën. Dus we zijn op wintersport geweest naar Oostenrijk. En daar had ik mijn camera mee, omdat ik een week vlog ging maken. Natuurlijk is dat niet gelukt. En ik heb het eigenlijk nooit ook afgewerkt. Maar ik heb wel leuke foto's gemaakt en een paar dingen gefilmd. Sick. Zo zag mijn ontbijt eruit. Wow, interessant. Dan heb ik hier random foto's van mijn knuffels. Wow, wow, oh god. Ik heb ze nog altijd hoor, by the way. Het is, ik heb ze nog alle drie liggen daar. En oh shit, dit, oh my god. The childhood memories. Dit is een foto van het toilet. Dit ook. Hallo mensen, en nu hebben we een interview met een wel heel rare man. Mijn tanden. Ik had toen ook al een halve tand. Kijk, er is echt gewoon een gigantisch stuk af. Interview met een wel heel rare man. Ik weet niet wat er is met mijn haar. Ik weet het echt niet. Ik wil het niet weten. Een man die een collectie heeft in... Ja, je hoort wel wat hij zal zijn. Het is niet al te normaal hier. Ik weet echt niet wat ik doe. What the fuck is dit? Dit is een fucking close-up van mijn gezicht. Hier komt hij, Milan. Ik heb een bundestakken collectie. Shit. Oh my god. Dit is de beste outro ooit. Let's go. Dat was het. Toen ik terug was van die skireis heb ik ook een video opgenomen. Ik weet niet wat het was, maar mijn haar lag toch al een beetje beter. Maar ja, oké. Okay. Nu ben ik terug in mijn kleine stadje. Ik had nog geen statief in die tijd. En mijn camera stond gewoon op een berg schoendozen of zo. Maar dit was dus mijn setup en zo... Ja, mijn video's vroeger had ik blijkbaar altijd een object bij me. En vroeger was dat een discobal die kapot was. En ik heb die discobal een naam gegeven en ja... Dit is mijn discobal en ik noem hem Chuck. Chuck, zeg even iets tegen de camera. Wauw! Oh my god, oh my god. Zoals jullie zien, er staat iets op mijn wang geschreven. Dat was zo typisch in die tijden. Als je op de bus zat, terug naar huis, was een redelijk lange rit. Dan ging iedereen allemaal dingen op elkaar schrijven. Telefoonnummers, hoe leuk het was in de week. Ik had niet daar mensen dingen op mij wilden schrijven. Ik bedoel mijn haar. Poolparty, haar is niet anders. Stel je voor dat ik nu nog zo video's maakte. Dat... Nee, Klik dan op abonneren en op groene duimpje. Groene duimpje! Dat is een reactie. Een reactie. Doei mensen. Dit. Dit is niet normaal. Deze foto vond ik ook terug. Dit is niet goed. Zo dingen zijn strafbaar, denk ik. Als je goed kijkt, die tekeningen op die foto, die hangen hier nog altijd. Oh shit, Easter eggs. Ik had ook Tumblr vroeger. En die Tumblr pagina bestaat nog. Ik denk dat het geen slim idee is dat ik daar naartoe ga gaan, maar oké. Okay. Oh my god, ik heb het gevonden.
Oh my fucking god. Welkom op mijn swagfact pagina. Dit is niet goed dat ik dit ga tonen aan jullie. Dit is echt niet goed. What the fuck? What the fuck? Dit is strafbaar. Ik was een fucking faggot. Wat deed ik? Wat deed ik met mijn leven? Kijk naar deze foto. Op deze foto zie ik er echt net geboren uit. Op deze foto zie ik er ineens... Op deze foto lijk ik niet eens. Ik heb er nooit zo uitgezien. Dit is gewoon fake. En dan cam, wow. Dat was... Eigenlijk is hij best cool. Ik was 12 jaar! Ik was 12 jaar! 12 jaar die was seks was. Eigenlijk wel, maar... Sixth on Twitter waren die anonymous questions en zo en... I love you and it is echt. Only want to know who you are. What the fuck? Why? Dus dames en heren, vonden jullie deze video nog vet? Dan zeker het even volgen. Ik ben Acid en ik haat mezelf en ik ga nu waarschijnlijk... mezelf van mijn terras gooien en...